Diwali kroont zichzelf tot feestkeizer van de stad Gent. Gerard Joling vlucht voor zijn Belgische fans achter een enorme zonnebril. En actrice Kate Winslet wordt ambassadrice van het parfum Trésor. Goedenavond en welkom bij De Rode Loper. 2007 is het jaar van Eddie Wally. The Voice of Europe is donderdag 75 geworden en dat werd gisteren uitbundig gevierd op de Gentse feesten. De Stroppenstad ontving de smartlappenzanger plechtig in het stadhuis. En om daarvoor dank u te zeggen, gaf Eddie achteraf een spetterend Wally and Friends concert. Goed. Dat is een emotioneel moment, ja. Ja. En nu? Hier ben ik er weer bovenop. Prachtig. Een lach en een traan, meer moet dat niet zijn. En vorig jaar brak Gisele Bündchen met Her Lover, Leonardo DiCaprio en met lingeriereus Victoria's Secret. Maar dat belet de boobs van Brazil niet om het best verdienende topmodel ter wereld te worden. Zo heeft toch het Amerikaanse tijdschrift Forbes berekend. Gisele het jaarlijkse internationale cartoonfestival er weer aan begonnen. We lieten er ons inwijden in de geheimen van de betere cartoon door Inge Hermans, oftewel striptekenares Ila. Zij heeft er namelijk in de marge van het festival ook een tentoonstelling lopen over Mira. Dat is na Cordelia haar tweede stripfiguurtje. September te bezoeken in de Laguna Hall in Duinbergen. En in de jaren 80 veroverde de Nederlandse zanger Gerard Joling heel wat Vlaamse vrouwenharten met songs als No More Bolie Rose en Ticket to the Tropics. In eigen land is hij al die jaren een megaster gebleven. Bij ons was het toch gedaan met die hoge noten. Daar wil Joling nu dringend iets aan doen. Daarom kwam hij eergisteren zijn single Maak Me Gek voorstellen in het echte Blankenbergen. De single Maak Me Gek van Gerard Joling is al uit. Het gelijknamige album volgt op 11 augustus. En in september mogen we het filmdebuut van Nick Balthazar in de zalen verwachten. Ben X is gebaseerd op Nick's boek Niets was alles wat hij zei. En op de theatervoorstelling Niets, waarin Roel van der Stukken de hoofdrol speelde.